Dan geldt al even lang als een prachtig stuk Nederland. Maar de onbeduidelijke nijverheid van de Zaankanters heeft die schoonheid niet bevorderd. Daarom is het maar goed dat in de Zaanse Schans een reservaat is ingericht waar Zaanse houten huizen die voor de industrie moesten wijken zijn herbouwd. Deze dagen werd er gevlacht voor de ingebruikneming van een restaurant dat zich heel wel voegt tussen de prachtige gevels van boeren- en burgerbehuizingen die er al staan. Een enkel huis is voorzien van de dooddeur die alleen bij begrafenissen werd gebruikt. Want de eigenlijke deur zit opzij. En het is duidelijk dat daar geen kist door kan. De huizen van de Zaanse Schans, die alle bewoond zijn, werden ook van binnen geheel in stijl gehouden. Prachtige tegeltableaus zijn er te bewonderen. En de bedstee geeft te vermoeden hoe gezellig de nachten van onze voorouders waren. Ook de plafonds zijn vaak uitzonderlijk mooi. En alle ramen van deze Zaanse kamer geven uitzicht op de Zaan. Het oudste huis van de Zaanstreek, het Jagershuis uit 1620, heeft ook een plaats gevonden in dit unieke reservaat. En het interieur daarvan is van een zeldzame gaafheid. De Zaanse Schans met al zijn architectonische pracht en dat verfijnde gevoel voor stijl en handwerk, en vooral ook met de molens die erin zijn ondergebracht, is langzamerhand een innemend monument van vroeg-Hollandse wooncultuur geworden. En daarmee een reservaat om eens naartoe te gaan.